Hallo, dit is de uitpakvideo van het Edelsteen Adventkalenderpakket. En ik heb hier een tasje, maar hij is ook in een andere mooie zak met veertjes erop. Dus het is maar net welke jij hebt ontvangen. Er zijn ontzettend veel van deze prachtige adventkalenders met edelstenen verkocht. En dat is heel leuk. Alleen is er ook een uitdaging voor mij geweest om 24 keer steentjes erin te doen. En er zit altijd een hanger bij, er zitten altijd bedeltjes bij en hele mooie stenen zitten erin. En ik ga met jullie 24 dagen lang dit pakket uitpakken. En dan kan je soms wel eens bedenken dat je zegt van, oh, we beginnen straks. En met de eerste steen is het al zo, die wel in drie soorten in jouw pakket kan zitten. Ik heb gewoon eentje gepakt, dus ik weet ook niet welke hierin zit. Maar die steen die in dat eerste pakketje zit, die zit er als bedeltje in. Die kan je aan een armbandje doen. Die zit er ook als een vrij grote knuffelsteen in. Dat was in de tijd dat ik gewoon echt niks kon vangen. En daar heb je super mazzel. En er zit nu ook een iets kleinere in, maar die vind ik eigenlijk nog veel mooier dan die hele grote. Elke dag ga ik een pakje met jullie uitpakken en dan ga ik ook iets vertellen over die steen. En dan komen we ook een paar dagen tegen dat de steen best wel een andere steen kan zijn die ik vertel. Want sommige stenen waren op een gegeven moment gewoon op. En dan moest ik een andere steen gebruiken. En heb ik nou een dag gehad waarop jij zegt, oh, ik heb een gele steen erin en die heb je helemaal niet genoemd. Die zit erin, de gele kalsiet. Dat is een hele bijzondere steen. En toen had ik volgens mij, en dat heb ik niet goed opgeschreven, sorry jongen, had ik de heliotroop niet meer. Dus er is een klein aantal pakketten die hebben die gele kalsiet. En die is echt heel mooi. Het zijn allemaal goede stenen. Dus soms is de vorm even anders. Soms dan zit er een knuffelsteen in. En dan heeft misschien jouw neef of je nicht of jouw paken of beppe, opa, opa, die heeft ook zo'n pakket gekocht. Want dit is niet alleen voor kinderen, dit is voor iedereen. En stel je voor dat iemand die jij kent ook zo'n pakket heeft gekocht. En jij hebt een blauwe agaat bedeltje erin. En die ander die heeft een healing point erin. Nou, potverdikke. Dat vinden we niet leuk. Maar dat is gewoon soms niet anders. Want als jij een beteltje hebt, dan heb je ergens anders wel weer ook iets extra's in. Dus het pakket kan best wel eens een beetje anders zijn. Maar de inhoud is altijd 24 stenen, een boekje en een potje zand. Dus we hebben het pakket, als je dat krijgt, er allemaal even op. Ja, dan heb ik dat mooi. Vouwen. En er zit hier een sticker, dus nu maken we hem open. Hè? Het is 1 december. Rammel door rammel. Oh, wat zit erin? Wat zit erin? Een boekje. En in dit boekje heb ik geschreven, daar staan wel eens foto's in, maar er staan niet allemaal voorbeelden van de stenen in. En waarom heb ik dat niet gedaan? Omdat stenen, zoals hier op de achterkant, ook soms een hele andere vorm kunnen hebben. Want in het midden zie jij de amethyst. En dat is ook zo met mijn achtergrond. We kunnen hem gewoon even. Oh, die heb ik er net uitgehaald. Oh, hier. Kijk. Als je nou hier. Dit is een jaspers. Die vind je ook ergens in het pakket. En hier vind je een amethyst, die vind je er ook wel in. Maar een amethyst kan ook in een hartje zijn. En ik heb een heel paar pakketten waarin die in een ruwe vorm er is. Hier is een labradoriet. Kijk, dat is ook de voorkant van het boekje. Het is dus zo dat je met de stenen niet altijd weet. Even kijken, die achtergrond hangen, die vind ik mooi. Dus met de stenen kan het er soms best wel anders uitzien. Hier heb je hele mooie hangers. Er zitten altijd ook die hangers zitten al. Nou, en kijk, zo kunnen stenen er ook uitzien. Het is dus soms heel verschillend, opaliet, hoe stenen eruit kunnen zien. Daarom heb ik niet echt heel veel foto's in mijn boekje.
Op mijn webshop kan je wel foto's vinden. En daar zit er nog wat in een potje met. Nou, heeft ze er een potje met zand in gedaan? Ja, als je dat openmaakt. Misschien zit hij wel wat vol. Dit is eigenlijk niet een goed voorbeeld, want Angel Aura steentjes, dat zijn deze, hoeven helemaal niet schoongemaakt te worden. Maar heb je een andere steen, dan doe je hem even zo in het zand en dan kan hij even uitrusten. Want dit is het element aarde. We maken stenen schoon met aarde, met water, met vuur. Kan ook, doe je hem niet in het vuur, maar doe je hem even door de rook of boven het vlammetje, maar dat je wel voelt dat die stroom, als je een kaarsje aan hebt, voel je dat er boven een stroom is. En de warmte van je hand, daar ongeveer, dat je denkt van, oh, dit vindt mijn hand comfortabel, dan vindt die steen dat ook comfortabel. Dan kan je hem doorheen halen, je kan even blazen. Zo, dan wordt de steen ook happy van en je kan hem ook onder water dus even schoonmaken. Wat we vaak doen is 3 dagen in het zand, even een nachtje in het water, maar niet alle stenen kunnen tegen water. Dus denk daar goed om. Hè? Nou, word je met zand bewaaien voor vermoeide stenen. Goed, dan leggen we dit aan de kant. Want, we zijn aangekomen bij steen nummer 1. Stickers kunnen ook veranderen. En ik heb hier alleen maar dit papiertje. We hebben ook een grijs papiertje. Want in de wereld waarin wij leven, zijn papieren zakjes ook zeldzaam aan het worden. Dus nu hebben we hele mooie grijze zakjes. Nou, gaan we kijken. Wat zit erin? Wat zit erin? Rappapa. Aha. Een Amazoniet. Hij is heel mooi groen, dat zie je misschien op de camera niet zo heel erg goed. Deze zitten dus ook in heel groot, of in het vierkant, of in een bedeltje. En misschien zelfs ook wel met een hanger. De Amazonie. Nou, en dan kan je in het boekje kan je opzoeken. En je kan de stenen die hierin zitten gelijk gebruiken hoor. Als ik stenen naar je toe stuur, dan zijn ze schoon. En opgeladen. Amazoniet. Kijk eens. We hebben dus ook, dit is een armband. En van deze kralen hebben we ook bedels gemaakt. Die kan je ook vandaag vinden. Amazoniet. Ik heb van iedere steen, maak ik dan een gedichtje. Dat vind ik dan leuk, want dat klinkt ook heel mooi. Draag mij en ik help je de negatieve energie van elektrische apparatuur weer terug te geven aan de aarde. Draag mij en ik vertel je dat je kracht ook echt in je aanwezig is. Draag mij en vind jezelf. Draag mij en wees helder. En start met het leven wat jij voor ogen hebt. De steen, wat ik ook vaak vertel, is met welke energie van een god of godin of van een opgestegen meester het verbonden is. Deze is verbonden met Maria Magdalena. Die werd ook ondergewaardeerd, terwijl dit een hele goede steen is. En net als Maria Magdalena, moet je maar eens opzoeken wie dat is. Dat is een hele bijzondere vraag. De werking van de Amazoniet. Nou, dat staat in het boekje, kan je mooi nalezen. Maar wat hij doet, dit steentje, ook als bedeltje, kan je ook om een kettingje doen. Als je deze bij je draagt, en soms heb ik hele grote heb ik erin. Dat is van de pakketten die de laatste weken zijn verkocht. En die kan je dan heel mooi in je hand dragen, op je bureau leggen als je moet studeren, op je nachtkastje of als je lekker een boek gaat lezen, dan kan je dan die steen lekker bij je dragen, in je hand dragen. Dit is een steentje, die zou ik als vrouw heel goed in mijn BH kunnen dragen. Of in je broekzak. Lukt ook heel goed. En dan helpt het jou om wat bescherming te krijgen tegen alle magnetische straling die op ons pad komt van die 4G en 3G-masten. En amazoniet helpt ook om bij jezelf te blijven. En het is een mooie steen. Als je een bedeltje hebt, dan kan hij ook dit groen is het allermooiste. Maar we hebben ook bedeltjes, zoals je ook zag. Hier, er zit zelfs een zwarte tussen. En een beetje bruin. Dus het kan ook best zijn dat je een beetje een bruine kleur hebt.
Dat zijn allemaal amazonietstenen, want moeder aarde maakt alle stenen. En moeder aarde maakt ze in laagjes. De donkere stenen zijn meer aan de zijkant van de hele mooie grote laag gemaakt. Het is dus amazoniet, alleen een ander kleurtje. En dat zal je met alle stenen, zal je dat tegenkomen. Nou, deze gaan we heel erg mooi bewaren. En morgen is er weer een uitlegfilmpje. Tot morgen. Abonneer je eventjes op dit YouTube-kanaal. Doe een belletje. En dan kan je dit filmpje en andere filmpjes die nu nog komen ook terugvinden. Ik heb speciale playlijsten gemaakt. Dat kan je ook zien op het kanaal. En dan is het voor de adventkalender uitleg. Ik zal voor de Edelsteen Advent, deze adventkalender, een speciale playlist maken. Want ik heb ook nog andere adventkalenders. En dan ga je misschien net het verkeerde filmpje kijken. En dat is zo sneu. Ik ga dus voor. Dit filmpje staat nu al op de speciale Edelsteen Adventkalender playlist. Tot morgen.